Wie denkt dat Thijs Reumer zijn straf al heeft uitgezeten, heeft het mis. Dat maandje in de gevangenis van Middelburg is namelijk niet alles, er staat nog meer op stapel voor de gevallen acteur. We zijn blij dat de celstraffer nu op zit, maar hem wacht natuurlijk nog een taakstraf en een behandeling, vertelt zijn vader Peter Reumer in Weekbladstory. Moet Thijs gaan schoffelen in het park? Of net als accentgraven Glennis Grace op een begraafplaats gaan werken? Daarover heb ik zelf nog niets gehoord. Ook niet waar dat zal zijn, zegt Peter. Dat zal de komende tijd duidelijk worden. Wel heb ik begrepen dat de taakstraf niet aan één gesloten hoeft te worden voldaan. Peter vertelt dat hij Thijs één keertje heeft opgezocht in de gevangenis. Dat was halverwege de celstraf. Dat was voor ons allebei heel speciaal, maar ook dubbel. Aan de ene kant was ik heel blij om mijn kind te zien, maar het was wel in een omgeving waar je altijd van hoopt dat dat niet gebeurt. Dat is verschrikkelijk om te zien, hoe je kind vastzit. Voor Thijs gold hetzelfde, al dus Peter. Blij om mij te zien, maar een gevangenis is niet de plek waar je je vader wilt ontmoeten. Tijdens het bezoek zat er geen glas tussen ons, en we hoefden dus ook niet via een telefoon te communiceren. We zaten gelukkig in een eigen kamer waar we vrijuit met elkaar konden praten. Dat was fijn. Tot slot laat Peter weten dat hij een tweede kans voor zijn zoon wil. Ik begrijp wel dat het tijd nodig heeft. Dat snapt Thijs ook heel goed. Alle partijen in deze hebben die tijd nodig, en hij wil die tijd ook nemen.